De ronding van de bovenbouw. Hier loopt hij. Oh nee, hier loopt Zoeter aan. Ja, okay. Hier loopt hij uit. Terras. Oh ja, en daar, ja, daar gaat hij dus naar de waterkant. Ja. Hier zit je nog terras, zeg maar. En kijken zo de polder in. Fantastisch, hè? Ja, dit is. Dit is het helemaal voor je. Huh? Ja. Dat is geweldig. Zeker. De parel in de polder is de uitbreiding van ons kantoor. Bijzonder in zijn vorm. Het heeft een driehoekige vorm die echt afwijkt van de normale vormen die we hier kennen. Het is namelijk een driehoek. En die driehoek is gebaseerd op de kernwaarden van het bedrijf. Betrouwbaar, betrokken, gedreven. En die samen vormen een soort driehoek. En die driehoek, dat is voor ons de inspiratie geweest voor het maken van de plattegrond. Het gebouw zelf heeft een vide in het midden, hè, waarbij alle verdiepingen en alle functies met elkaar verbonden gaan worden. En ook het daglicht tot diep in het gebouw doordringt. Ja, het is een plek waar je dus langer met elkaar kan vergaderen, maar ook op een comfortabele manier. Zowel binnen, maar ook de mogelijkheid om de overstap te maken naar buiten, met dus een brug die de verbinding maakt naar de polder, waar je ook heerlijk even kan uitwaaien en kan genieten van de Stolwijkse natuur. De polder, daar liggen ook de roots van dit bedrijf. We vonden het heel mooi om die verbinding letterlijk te maken. En we gaan ook gebruik maken van die polder om te ontspannen, om te sporten. En om zo aan de ene kant onze opdrachtgevers optimaal te bedienen, maar ook onze medewerkers gewoon een prettige werkplek te geven. We hebben eigenlijk de manier zoals we dat in de parel straks willen gaan doen, hebben we ook gebruikt om de parel zelf te ontwerpen. Met de architect, de constructeur, de installateur, de installatieadviseur, de bouwfysische adviseur, de bouwkundige, mijn collega Timo Stuy, met elkaar in de ruimte gaan zitten en elke keer de eisen te vertalen die het bouwbesluit stelt en de duurzaamheidsambities die ze stellen en daarmee aan de slag te gaan en vervolgens direct weer te integreren naar elkaar toe om dat op zo juist mogelijke manier uit te kunnen werken. Want wat aan de ene kant een oplossing blijkt, blijkt aan de andere kant weer te zorgen dat de balans een andere kant op slaat. En door met elkaar aan die knoppen te draaien, komt er uiteindelijk een perfect ontwerp uit. En we hebben allemaal het belang om er zo goed mogelijk en zo mooi mogelijk gebouw van te maken. En dat vond ik uniek in deze samenwerking. En dat vind ik ook wel een voorbeeld van hoe de bouwteamvergaderingen in de toekomst uit zouden moeten gaan zien. Ja, die manier van samenwerken bevalt heel goed, omdat je daarin ziet dat het ontwerp echt van het hele team is. Dus een installateur die praat net zo vol vuur over het ontwerp als dat de architect dat doet of dat ik dat doe. En dat is denk ik wel de grootste winst, dat het niet meer een project van de Vries of Burg is, maar dat het een project is van het hele team. We gaan in januari starten met de bouwkuip. We gaan damwanden slaan, we gaan heien. En vervolgens gaan we de opbouw doen. We hopen eind van het jaar 2024 geheel dicht, winterwaterdicht te zijn en de afbouw gereed te hebben. In begin 2025 gaan we de inrichting doen en de ICT-voorzieningen en medio 25 zullen we het in gebruik gaan nemen. Ja, wij zijn enthousiast over dit project. We vinden het leuk om het voor onszelf te bouwen. Maar we willen het ook graag delen met onze eigen medewerkers en ook met onze partners om ons heen. Onze opdrachtgevers, met onze bouwpartners. Dus we gaan hier wat video's over maken die we gaan delen. We gaan wat artikelen erover schrijven. Zodat we ook onze lessen kunnen delen met de mensen om ons heen. En ook op die manier een steentje kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving.